geld en genieten. Onze maatschappij is gericht op geld en genieten. De overheid beïnvloedt ons er al jaren mee. Via al haar organisaties. Je leeft maar één keer, haal het meeste uit je leven. De meeste mensen werken voor geld en leven van weekend naar weekend. Vrije tijd en vakantie zijn heel belangrijk. En veel mensen denken alleen in deze zaken. Gezondheid is natuurlijk ook belangrijk. Maar mensen hebben weinig of geen besef van andere zaken die hun gelukkig kunnen maken. Er wordt ons continu voorgehouden dat we rijk zijn. En dat geloven de meeste mensen dan ook. Dat komt omdat mensen niet meer denken. Moeten we wat weten, dan grijpen we naar onze telefoon en Google om nog meer eenheidsworst te krijgen, om weer eenzijdig geïndoctrineerd te worden, in plaats van zelf na te denken. We denken rijk te zijn en aan geen denkgebrek te hebben, maar we beseffen niet dat we op veel terreinen arm, behoeftig en gebrekkig zijn. We helpen een behoeftige niet. Daar is vadertje staat toch voor? We kennen niet de rijkdom om een ander te helpen. Een ander te helpen. Een ander goed te behandelen. Een ander liefde te geven. Geeft een enorme geestelijke voldoening. Iets goeds geven aan een ander, of liefde geven, of vriendelijkheid, verandert ook jezelf. Wat Klaus Schwab van het Webs zei, dat is best mogelijk, dat kan allemaal. Je zult niks bezitten en toch gelukkig zijn. Dat is mogelijk. Zijn het niet vaak de armen die een grote gunfactor hebben en je willen helpen? Zijn het vaak niet de rijken die nog meer willen en je voor de rechtbank slepen? We willen allemaal dat geld, we weten allemaal dat geld niet gelukkig maakt. Maar we leven alsof ons geluk ervan afhangt. En het maakt ons egoïstisch en ongelukkig. Kennen we het begrip dankbaar nog? Vaak denken we overal recht op te hebben. Zo'n denkwijze maakt doodongelukkig. Je voelt je ongelukkig, want je had toch recht op meer? Daarmee heeft onze westerse maatschappij ons geïndoctrineerd. We zitten gevangen in deze gedachten en het maakt je ontevreden en niet gelukkig. Bedenk eens de dingen waarvoor je kunt danken. Want veel zaken zijn niet vanzelfsprekend. We kennen de overvloed en we vinden dat gewoon. En dat is ons probleem. Denk er eens over na. Waar kan ik voor danken? Door te danken verdwijnt je ontevredenheid. Je wordt meer relaxed en je wordt gelukkiger. En dank God de Gever ervoor. Want er is geen groter geluk dan God te kennen en de kracht van zijn opstanding. God te kennen geeft nog een heel groot geluk, ook wanneer alles in het leven tegenzit. Dus tel uw zegeningen, één voor één. Tel ze allen en vergeet er geen. Tel ze allen, noem ze één voor één. En geziet Gods liefde dan door alles heen.